In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Thomas. En hij is stripper. Kleding aan of uit? Uit. Ingestudeerd of geïmproviseerd? Geïmproviseerd. Geld of liefde? Liefde. Jonger of ouder? Ouder. Verleiden of verleid worden? Verleiden, 100%. Hoe ben je een stripper geworden? Het was echt 6-7 jaar geleden. En ik woonde in Alkmaar, boven het uitgaansgebied. En op een gegeven moment was ik in een kroeg beneden. En toen zei ik tegen 3 meiden van... als jullie met me mee naar huis gaan, dan krijg je al 3 een lapdance van mij. Dus ik kwam er bovenaan en ik zeg gewoon die stoel nemen. Begin voor die ene begin ik gewoon te strippen. Ik trek ze gewoon zo mijn shirt uit en ik was hartstikke dronken. En er zijn ook filmpjes van. En ik heb het gezien en het zag echt niet goed uit. Maar die meiden die werden er gewoon helemaal gek van. Die hebben me nog geappt. Die hebben nog aan de deur gestaan die weken daarna en zo. Echt, ze waren zo fan. Ja, ze waren echt heel erg fan, inderdaad. En toen hoorde een jongen uit de sportschool, die hoorde dat. En die zat bij zo'n Magic Mike-achtige groep. Hm? En toen zei hij, nou, je moet een keertje auditie komen doen. Toen ben ik de auditie komen doen. En toen zeiden ze van, ja, dit is wat we zoeken. Dus zo is het een beetje begonnen. En toen dat eenmaal allemaal een beetje begonnen was, hoe liet je dat weten aan je omgeving? Ik ben dus al wel, zeg maar, zo dat heel veel mensen al wel zeiden van, nou, dat is echt iets voor jou. En zelfs mijn moeder en de rest van mijn familie zei, nou, weet je, als het verdient en als jij het leuk vindt en je hebt een goed lichaam, waarom niet? Zolang ik maar gewoon goed met vrouwen altijd om blijf gaan, dat vinden mijn ouders heel belangrijk en de rest van mijn familie ook. Dus ik allemaal respect houden voor iedereen en gewoon daarnaast mijn dingen doe, vindt iedereen hartstikke leuk eigenlijk. Hoe ziet een show eruit? Dat is altijd anders. Dat stem ik tenminste altijd af op het publiek. Van het weekend had ik dus nog een vrouw van 50 jaar oud en dan waren de vriendinnen hadden het ook geboekt en zo. En haar moeder en haar ouders waren er zelfs nog, die stonden echt 1 meter of 2 van me af. Okay. En haar zoontje van 13 liep er ook bij. Dan pas ik mijn show ook wel op aan. En soms heb je ook, stel dat je Engelse toeristen, die willen echt een Magic Mike, echt een sexy show zien. Dus dan is die show heel anders. Dus dat kan ik niet zeggen. Dat moet je eigenlijk altijd aanvoelen gewoon. Maar hoeveel verschillende shows heb je? Hoeveel verschillende acts bedoel je? Nou, ik heb een Magic Mike act natuurlijk. Politie, marine, leger, cowboy, trouw act heb ik. Ik heb een 50 Shades act natuurlijk. Ik heb een gentleman act. En ik doe ook wel eens wat gewoon, zeg maar, op aanvraag. Dus ik heb een keer ook Freek Vonk gedaan of zo. En kwam ik binnen met zo'n hoedje op. Ja. En met zo'n van die verrekijkers kwam ik aan. En met zo'n vissersnetje en zo. Ja. Ja, dan begin gewoon... moet je ook wel creatief voor zijn om dat allemaal te bedenken. Ja. Het is een beetje... Je hebt ook acteren, zeg maar, in porno. Dat is ook heel slecht, weet je wel. Daar vergelijk ik het een beetje mee. Het mag ook wel slecht. Dus dat is ook juist wel grappig als je als zo'n hele slechte Freek Vonk aankomt. Je haalt ook een beetje de druk eraf of zo. Het is ook gewoon leuk. Het is fun. En bereid je dan nog thuis dingen voor? Ga je nog even opdrukken thuis? Of doe je een spraytan? Nee. Ik ben op zich best wel bruin op zich. Dus, ja. Nou, dus dat hoeft gewoon allemaal niet. Nee, nou, ik ken wel heel veel jongens die, zeg maar, hun piemel, zeg maar... afknijpen of gewoon, zeg maar, zo'n penispomp opzetten. En kijk, ik doe het ook wel eens, want als ik in een club sta en het is een ladies night en er zijn 500 vrouwen, 1000 vrouwen, ja, dan wil je toch gewoon echt iets laten zien. Mm. Dus dan zit je in je auto vaak ook gewoon, weet je. Hoe ik het dan doe is, zeg maar, ik pak een condoom, ik knip, zeg maar, dat middenste eruit en ik doe hem dan, zeg maar, 2 keer en dan doe ik hem, zeg maar, zo om mijn pik heen. Okay. Dus dat knijpt echt enorm af. Ja, als een soort van kokring. Dat is een soort van kokring, inderdaad. Maar het is nog wel beter eigenlijk dan een kokring, want je hebt, zeg maar, nog wel dat condoomachtige, waardoor die ook wel makkelijk eraf gaat op een gegeven moment. Okay. En een kokring is niet strak genoeg. Als je echt een condoom 2 keer, zeg maar, eromheen doet, is het echt heel, heel strak. Ja. Je mag echt geen bloed, zeg maar, dus verliezen. En dan heb je echt de piemel tot hier heb je gewoon. Oh ja? En die blijft dan gewoon die zo? Die blijft dan gewoon zo. En dan sta je ook wel echt in een club, weet je wel. En dan doe je op een gegeven moment, sta je al in je onderbroek. En dan past dat ding nauwelijks meer in je onderbroek ook. Ja. En dan zie je al die vrouwen al kijken. En op een gegeven moment... gaat het allemaal uit. En zit dat niet heel vervelend? Het zit heel vervelend. Ja, ik heb ook al zo'n kwartier moeten wachten. Dan was er een mobiel gestolen of zo en stond ik daar. En toen ik, zeg maar, aan het strippen was mijn piemel gewoon al helemaal blauw. Hij viel er bijna vanaf. Ja, hij was helemaal blauw. En ik zat er ook naar te kijken en ik dacht, okay, ik was ermee aan het zwaaien. Ik dacht, nou, weet je, ik moet echt zo snel mogelijk weg hier in die condoom eraf krijgen. Hoe is het om te daten als stripper? Het is wel leuk, want ik heb 3 relaties gehad en ze gingen alle 3 heel anders mee om.
In het begin is het altijd een beetje moeilijk natuurlijk. Het is niet een alledaags iets. Dus ze hadden in het begin alle drie wel een beetje gewoon moeite mee. En uiteindelijk, die ene die vond het echt heel erg sexy. Moest ik altijd voor de strippen en zo. En ze ging ook wel eens mee naar shows. Maar ik heb ook gehad dat het echt een drama was. Op een gegeven moment ging het zo ver dat ze zei, ja, ik wil niet meer dat je je piemel ook laat zien. Toen liet ik alsnog gewoon een keer mijn piemel zien, want ik zat er gewoon in, weet je wel. Dus het is gewoon ook een beetje, je doet het al een paar jaar. Ik mocht niet meer die meiden echt geil maken in de echt. Dus dan word je heel erg beperkt in wat je doet. En als je eenmaal gewoon zeg maar die vinger geeft, pakken ze toch wel die hand. Dus het is nooit genoeg. Uiteindelijk heeft ze geen piece dat jij stripper bent. Ja. Voor hoeveel euro word je ingehuurd? Dat is meestal, nou, dat begint bij 170 euro. En dat kan oplopen aanhankelijk van hoe ver het is, bijvoorbeeld. Hm. Dat kan oplopen voor wie het is, of dat er wat speciaals moet gebeuren. Bijvoorbeeld een speciale act of zo. Of soms willen ze nog dat je entertainment erbij doet, of iets anders. Dus dat kan oplopen tot... ik heb wel eens gestript voor 800 euro. Dat was denk ik het meeste, 900 euro. En wat moest je daar allemaal voor doen? Toen moest ik voor een man strippen. Hm. Dus toen zei ik tegen hem, ja, 800 euro. Toen zei hij, ja, is goed. Toen dacht ik, kennelijk gaan we het doen. Ja. En heb je dan nog bepaalde voorwaarden die je stelt bij mannen? Ja, ik vind wel, ze moeten wel echt van mijn piemel afblijven. Dat vind ik wel echt een dingetje als een man daar zeg maar aan gaat zitten. Dat zou mij veel te ver gaan. En ik wil liever eigenlijk ook dat sowieso zoveel mogelijk van me afblijven. Want ik voel me daar toch niet zo comfortabel mee. Dus dan zeg ik, ja luister, ik wil het dan wel doen voor dit bedrag. Maar ik wil niet dat je dit doet. Ik wil niet dat je dat doet. Ik wil, ja, dat wel. Want dat, anders zou ik me er helemaal niet fijn bij kunnen voelen. Ja. Is het je fulltime baan? Ja, het is wel fulltime. Je kan niet elke dag strippen, helaas. Van 9 tot 5. Van 9 tot 5. Het zou wel leuk zijn. Maar dit is wel zeg maar, waar ik over het algemeen de kost mee verdien. Ik zelf ben nog student. Ik ben model. Ik dans ook gewoon op evenementen. Dus ik doe op zich best wel wat. En wat studeer je eigenlijk? Economie op de Hogeschool van Amsterdam. Denk je dat strippen je daarmee in de weg kan zitten? Heel veel mensen denken dat wel. Zelf misschien ben ik wel heel naïef daarin, maar ik denk eigenlijk van niet. Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt als stripper? Ja, je hebt hele heftige verhalen en je hebt hele leuke verhalen. Nee, ik ben een heftige. Je bent echt een heftige. Ja, het heftige is ook wel meegemaakt, denk ik, is dat ik op een gegeven moment... Ik had gestript voor al die vrouwen en dat zei mij op een gegeven moment... Toen zei ze, ja, blijf even. En ik had het zo druk, ik had het geld van tevoren niet gevraagd. Dus ik dacht, nee, ik ga me echt omkleden. Ik moet gaan, ik heb shows die na. Dus ik ga me omkleden in die kamer. En ze zei, je moet blijven. Ik zeg, nee. Ze zaten al zo te kloot van, anders gaan we je het geld niet geven hoor. Ik zeg, doe dit zo grappig niet met me, weet je. Ik ga me omkleden daar ook. En op een gegeven moment hoor ik, zeg maar, dat een kast, hoor ik zo voor die deur geschoven worden. Ik zit daar zo, ik dacht, holo, laat maar naar buiten. Nee, je moet blijven. Gewoon een half uurtje of zo, anders krijg je je geld ook niet. Dit, dat, we laten je niet gaan. Ik dacht, wat is dit nou, weet je wel. Dus ik had me omgekleed in die kamer. Het was op één hoog. Ik zie het raam, ik spring gewoon uit het raam. Ja, bel aan bij die voordeur. En zij zit zo te kijken van, hoe staat hij nou bij de voordeur? En ik zeg, luister, als jullie me nu het geld niet geven, dan bel ik gewoon de politie, weet je. In principe ben je me dan gewoon aan het ontvoeren of zo, weet je wel. Ja. Dat kan echt niet. Maar doe je het dan überhaupt wel eens met klanten na een show? Ja, dat wel eens. Maar dat ligt er ook aan. Als het via een agency is of zo, of het moet wel kunnen. Als het weer een agency is of zo, dan ben je puur gewoon een dienst aan het leveren. En dan word je ingehuurd, zeg maar, via een agency. Dus dan ben je natuurlijk representatief voor hun. Dus dan vind ik het niet fijn om te doen. Maar als het via Instagram gaat of zo, via WhatsApp, via, dan zou het wel kunnen, inderdaad. En doe je dat dan voor geld of gewoon omdat je er zin in hebt? Ik heb het ook wel voor geld gedaan, maar het is niet zo dat ik het, zeg maar, zonder het geld niet had gedaan. Beste, leukste dingen die ik heb meegemaakt, is dat er... 5 meiden zaten, was mijn laatste show was het. En er waren 5 meiden, ze zaten me de hele tijd foto's te sturen via WhatsApp. Van, we hebben er echt zin in, zo. Er waren echt 5 hele, hele mooie meiden waren het. En ze hadden zo'n penthouse zeg maar, op gehuurd in Amsterdam, in zo'n hotel, zo'n suite. En ik kwam daar. En ik kwam daar gewoon zeg maar, aan en ik begon zeg maar, voor te strippen en het ging helemaal los. En toen zeiden ze, ja weet je, we willen dat je blijft, blijf gewoon bij ons gezellig, dit, dat. En ze hadden een jacuzzi daar, ze hadden champagne, ze hadden van alles. Dus ik zeg, nou, ik kan wel even blijven. Dus ik ben daar gewoon, de hele avond ben ik daar zeg maar geweest. En toen heb ik met bijna al die meiden wel wat gedaan. Al dan niet gelijkertijd. Of, het was gewoon een hele leuke avond was dat. En toen werd ik echt wakker. Ik had altijd geld in mijn tas zitten. En ik wilde het me ook beseffen. Want zoiets maak ik misschien ook geen tweede keer mee. Ik hoop van wel natuurlijk, maar...
Ik weet nog heel goed dat ik dus uit bed ook zeg maar zo stapte. En dat ik zo naar, het was een hele mooie zomerdag was het. En ik ging zo even zeg maar een chudurantje gewoon zeg maar drinken. Gewoon op het dakterras daarom. Even om, en ik keek zo naar achteren. Ik dacht, is me dit nou echt gebeurd, weet je wel? Dit is echt iets uit een film of zo. Dus dat was een heel fijn realisatiemomentje. En denk je dat op een gegeven moment je houdbaarheidsdatum is verstreken? Ik word niet oud, maar ik rijp als een goede wijn. Dus ik denk heel het niet. Heel chic. Ja, dat zou best wel kunnen. Ik wil er wel, wel een eind aan breien, wel binnen een paar jaar. Heb ik mijn school, ben ik sowieso al bijna mee klaar. En dan is het weer een nieuwe fase in mijn leven. Laat vooral weten wie jij hier wilt zien zitten. En ben je nou benieuwd naar het hele gesprek met Thomas? Check dan onze podcast. Rol je eigenlijk je spaghetti of snij je het? Ik eet het allemaal met een lepel. Ja, maar snij je het dan of rol je het? Ik rol het op. Oh. Om de lepel heen. Oh, dat is wel